Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe FUT-draft en het is geen subdraft aflevering. Waarom is het geen subdraft aflevering? Omdat ik de comment kwijt ben die ik had gekregen waar de meeste duimpjes omhoog op waren. Nou Raoul, hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Ik had hem in mijn Instagram DM staan, vrij bovenaan, dus dat is chill, kom ik dat terugvinden. Maar toen kreeg ik 200k en jullie hebben me massaal allemaal gefeliciteerd daarmee. Nou is het natuurlijk iets wat ik alleen maar kan waarderen en heel erg tof vind. En is dat ook de reden waarom ik die comment dus kwijt ben? Dus nu moet ik even door een aantal duizend comments gaan kijken. Welke bovenaan staat, maar niet getreurd. We hebben een ontzettend leuke FUT-draft vandaag. Echt een hele leuke. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb hem even uitgedacht. En natuurlijk kan ik zoiets niet alleen doen. Je ziet al aan de titel, dit is de bankzitters FUT-draft. Dus hier zijn de anderen. Nee, want dat gaat ook niet, want de bankzitters zijn ook gewoon druk. En dat is ook de reden waarom er de laatste tijd geen GTA-video is gekomen. Matt, die zit in een gamehuis met allemaal andere YouTubers. Koen, die heeft tentamens. Heel veel succes, Koen, als je dit kijkt. Het zou heel tof zijn als jij dit kijkt, dat je Koen even succes gaat wensen. Dat is ook de reden waarom hij niet in deze FUT-draft zit, omdat hij dus een tentamentraining heeft. Moet ook gebeuren. Succes, Koentje. Rob was dronken. En de andere jongens, die waren ook allemaal druk en niet aanwezig en wat dan ook. Dus... ze komen er weer snel aan. We gaan vanavond opnemen. Maar eerst wil ik deze FUT-draft opnemen. Een blauw duimpje zou ik heel top vinden. Moet ik dit met andere YouTubers doen? Die dus in één keer een filmpje sturen en mij helpen? Laat het even achter in de reacties. Laat dan ook achter welke YouTubers. Want dan ga ik dat proberen te regelen. En dan niet dingen zoals Enzo Knol en zo. Want ik ken Enzo niet persoonlijk. Dus ik acht de kans klein dat het gaat gebeuren. Desalniettemin, ik heb er heel veel zin in. We gaan de formatie zelf kiezen. 4-3-3 attack. Dat is een hele goede formatie. Maar voordat ik die ga kiezen en dus naar de captains ga, moet ik... de eerste bankzitter heeft een hulpvraag. Matthijs, ga je gang. Oh, hey! Jij ook hier! Hey, ik moest maar al een cijfer noemen. Dus mijn nummer wordt 4. Ja, precies. Matthijs kiest dus nummer 4. En dat is helemaal prima. Je hebt het idee al een beetje door. Zij bepalen welke spelers ik mag gaan kiezen. En dat mag ik niet van tevoren doen. Want dan zou je misschien kunnen denken... hey Raoul, je hebt die video's allemaal gekeken. Dus je gaat nu willekeurig kiezen welke het beste is. Dat werkt dus niet. Ik moet ze dus eerst af laten spelen en dan pas mag ik kiezen. En in dit geval is het helemaal prima, want we krijgen Team of the Group Stage Mesut Özil. Vind ik helemaal niet verkeerd. Dan gaan we naar de volgende bankzitter en op mijn lijstje staat als volgende Milo. Raoul, van mij mag jij als allereerste nummertje 2 pakken. Ja, Milo, dankjewel. Nummer 2 is... oh, nee, Jonas. Milo. Oh ja, dat is logisch. Ik doe een FUT-draft serie tegen Milo. Dus hij probeert me gewoon te naaien. Dat is logisch. Dat is helemaal prima. Nou ja, we hebben een Arsenal-speler gehad. Dan gaan we ook naar de Arsenal-fan toe. Mark, kies jij maar een getalletje uit. Oké, je moet een getal hebben. En dan denk ik toch aan 4, want Arsenal, logische keus. Mag ik nummer 4? Dat had Matthijs ook gekozen en dat werkte goed. We gaan voor de rechtsbuiten. Nummer 4, hit me baby one more time. Team of the Year, Messi. Hoi, Markie. Dankjewel, Markie. I love you, man. I love you. Mijn favoriete bankzitter. Maar dan hebben we nog de linksbuiten. En dan is daar toch mijn andere Brabantse broeder Rob voor nodig. Rob, ga je gang. Nou, Raoul, het gaat hier om de bankzitters draft. De bankzitters zijn beast. Oftewel, jouw draft moet ook beast worden. Dus het allereerste nummer wat ik voor jou heb... is nummer 5. Rob kiest nummer 5. Wij klikken het aan en het zijn zilveren spelers. Dus ja, Rob, dankjewel voor je input. Maar het, ja, het heeft niet heel veel teweeg gebracht. Dat was sowieso Messi of Ronaldo. Of toch niet? Waarschijnlijk had je nu zilvers. Dan vanuit het Get Owned huis, Matty. Hij heeft het opgenomen met zijn mobiel omdat hij dus weg is. Maar wel lief dat je dat doet en dat je er tijd voor vrijmaakt. Matty, we gaan kijken wat jij kiest. Oké, ik ga voor nummer 3. Ja, volgens mij was het bedoeld. Vaka! En dat is nummer 3. Dan gaan we voor de center mid, nummer 3. Team of the Iniesta was heel ziek geweest, maar we gaan voor Inform Bonaventura. Geen één linkje tot nu toe. Heel erg leuk, heel erg fijn. En nu zou normaal gesproken Koen dan komen. Maar ja, Koen is dus, zoals ik al zei, bezig. Jammer, maar helaas. Koentje. I love you, succes met je tentamens. Hashtag no homo, hashtag misschien een beetje, hashtag... oh nee, toch niet, want anders... ja, gewoon. Ik mag dan zelf kiezen, ik ben ook een bankzitter, gek genoeg. Hey. Ik ga voor nummer 2. Ik ga voor nummer 2, heb ik goed gevoel over. Goed gevoel over, nummer 2, precies. Heb ik heel goed gevoel over. De linksback dan, Matthijs, jij bent weer aan de beurt. Verdomme, Rob Dieck en Riek.
Oh hey, ik moet weer een cijfer noemen. Doe maar 2. Was een beetje cringe, Matthijs, was een beetje cringe, maar je hebt nummer 3 gekozen. En dat is Veulebas. Hij heet Holebas op zijn kaartje, maar op zijn shirt heeft hij achterop Veulebas staan. Met een V. Veulebas, weet ik niet. Het is Duits. Het is echt Duits. Hij is in Duitsland geboren. Het is een Griekse nationaliteit, maar hij is in Duitsland geboren, volgens mij. Maar ja, nou ja, leuk. Weer geen linkie. Milo, ga je gang, jongen. Oké, Roel, voor jou, de volgende. Speler nummer 4. Milo, je doet het erg goed, moet ik zeggen. Nummer 4 kan ik tevreden over zijn. Hoop ik. Nummer 4, kom op, John Terry natuurlijk. Milo's Chelsea legend, maar... Deze draft is zo kut. Markie, ik heb je krachten nodig, Mark. Je hebt me net Team of the Year Messi gegeven. Doe je ding. Oké, het volgende nummer wat jij mag nemen is... Nummer 1, want Arsenal is de beste club van Londen, dus nummer 1. Nummer 1, oké. Het eerste kaartje wat we zien is Matsu Hummels. Ja, wederom waren er betere opties geweest, maar Matsu Hummels, oké. Het moet maar, hè. Het moet maar. Nou, Mark, dankjewel. Rob, we gaan terug naar jou. Dan heb ik ook nog een volgend nummertje voor je. Dat is nummer 3. Oké, Rob, nummer 3. We gaan kijken of ik daar tevreden mee kan zijn. We gaan kijken of ik daar tevreden mee kan zijn. Nummer 3 is Florenzi. Nou, die heeft dus wel een sterke link met Bonaventura als we die omdraaien. Hey, Rob, helemaal prima. Geen dank inderdaad. Ja, nou, geen probleem. Dankie voor jou. Dan gaan we terug naar Matty, want we hebben bijna het rijtje weer af. Het rijtje compleet, moet ik zeggen. Oké, ik kies voor nummer 3. Nou, hoe toepasselijk. Matt kiest voor de tweede keer een cijfer. En het is hetzelfde cijfer als de eerste keer. Je voelt het nog een beetje aankomen. Nummer 3, kom op. Kasper Schmeichel. Het is wel een linkie met John Terry. Dus dat is prima. Dan mag ik zelf weer kiezen. Ik had net nummer 5 moeten kiezen. Want daar zat een Team of Year in. Had ik niet gedaan. Ik had nummer 2 gekozen. Volgens mij. Dus nu kies ik nummer 4. Dat is weer een keeper, hè. Maakt toch niet uit. Keepers zijn toch allemaal één pot nat. En ja, kijk. Ja, geweldig. Is precies wat ik wil. Is precies wat ik wil. Nou, Matthijs. Kom maar op met je volgende cringe filmpje. Moet je nou weer een cijfer hebben? Dan doe ik lekker het cijfer als de rang van mijn weekend league. Zilver 3. Doei! Ik vind het leuk en lief dat Matthijs het zo serieus doet. Dat hij ook een toneelstukje voorbereidt. Nummer 2. Hit me up. With a... Bellerin. Oké. Ja. Nee, hebben we eigenlijk niet zo heel veel aan. Oh, kut. Ik kies een cijfer. Milo. Ik heb nog niet gezien wat het is. Milo, jij bent. Raoul. Voor mij de laatste. Vanaf nu is het speler nummer 1. Ja, ik ben gewoon best trots op mezelf. Heb ik nog wat ik moest doen? Ja, 3 getalletjes. Prima. Hey, alsjeblieft, oude pikkentrekker. Milo koos nummer 1 en dat is Onua. En dan zou je normaal gesproken denken, oeh, chill, een Engels verdediger. Maar het is van de championship, dus daar heb je ook niks aan. Jongen, leuk hoor, die bankzitters, maar je hebt er echt helemaal geen kutje aan. Maraki, jij bent aan de beurt. Volgende nummer wat je moet nemen is nummer 1, want Feyenoord staat op dit moment op 1. Mark heeft nummer 1 gekozen. Dus we gaan kijken wat we als eerste zien. Ekdal. Thomas. Albin Ekdal. Ik dacht Thomas. Nou, hey. Leuke, goede speler, man. Rob, your turn. Wat denk je van waarom deze rare nummerkeuze? Nou, eerst nummer 5. Dat is mijn geboortedag. Toen nummer 3. Maar ik ben geboren op 5-7. Nou is 7 natuurlijk geen nummer. Dus deze hele logische redenatie brengt mij op het laatste nummer. Nummer 4. Rob kies nummer 4. Oké. Roppie brengt... Nou, het is geen slechte speler. Nou ja, Matt had de vorige twee keer 3 gekozen. Dus ik ben benieuwd wat hij nu weer gaat kiezen. Nou, ik moet nog even zeggen. Grap, kies eens een nummer 1, 2 of 3? 3. 3? 3. Oké. Nou ja, Nathan is eigenlijk geen echte bankzitter, maar Matt die heeft indirect aan hem gevraagd of hij een cijfer wilde kiezen. Dus prima, gaan we voor nummer 3.
Matt heeft 3 keer nummer 3 gekozen. Dankjewel. Hopen dat het nu wel een beetje gelukt bij Carlos Vela. Nee, ook niet, hè? Nee, ook niet. Nou ja, mag ik weer een keertje kiezen? Dat is dan nummer 3. Nummer 3. Kom op, Oscar fucking Wendt. Ja, natuurlijk. Nou ja, hey. We hebben de basis en de wissels gedaan om er nog enigszins iets van te maken. En omdat ik verder geen filmpjes meer heb van de jongens, gaan we de reserves nog even zelf doen. Mogen we gewoon gaan kiezen? Kom maar op. Isco. En voor de rest, ja... Fuck is die? I don't know what it is. Isco, omdat het een goede speler is. De volgende speler dan Mario, Gaspar, Sakko, Felipe Luis, Amrabat, Asenjo. Oké. Sakko zou prima zijn omdat hij dan met wat spelers linkt. Dus ik denk dat we die maar gaan doen voor teamgeest dan. Ondanks dat Terry echt heel kak is. Gundogan, dat is een goede speler. Sanchez is een goede speler. Ja, dan zou het best wel logisch zijn als we voor Sanchez gaan. Want dan hebben we daar in ieder geval een soort van semi-link. Ik wil nog een goed spits zien. Ik wil nog een goede rest buiten. Het liefst Candreva. Die had ik net volgens mij. Die had ik moeten kiezen eigenlijk. Maar goed, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. We krijgen wel Mane. Die gaan we maar kiezen omdat het een BPL-speler is. De laatste speler dan voor deze... Ja, toch wel... Matige draft. Ik denk dat je het zo kan omschrijven. Het is een matige draft. Een hele matige fut-draft. Nou, niet het allerbeste resultaat dat we ooit uit een fut-draft hebben gekregen, maar we moeten het ermee doen. Ik kan hogere teamgeest halen, alleen gaat de teamgeest op sommige spelers dan omlaag. Dus ik denk dat ik Mane in de spits zet, ook omdat hij een hunterkaartje heeft, helemaal prima. Ik ga eerst even koken, moet ook gebeuren. En dan ga ik hiermee spelen. En zelfs de men... En wat hebben we lekker gegeten, strijders? En wat zitten we vol? En wat komen we tegen een 100 chemistry BBVA-team met Suarez, Ronaldo en Messi? Niet heel veel vertrouwen in. We hebben het weekend geen weekly gedaan. We zijn niet in bloedvorm. Maar we hebben er vertrouwen in. Want ik heb de kracht van de andere bankzitters in dit team zitten. Oh jee. Oh, hey, oh daar gaan we al bij. Oh nee, John Terry. Nee, John. Big John. Nee. Oké, we hebben hem. Nee, kom uit. Kom uit. Nee. Het is nou voor een aanname. En dan de enige verdediger die wat hoort te kunnen, Florenzi, die fokt het op. John Terry. Ah. Kijk, zit hij toch weer. John Terry. Dat is een miljoenenjacht legend, John Terry. Dat was ik even vergeten. We krijgen een penalty. Ja, oké. Helemaal prima. Helemaal prima. Is niks mis mee. En hij stopt hem. En hij gaat erin. 1-1. Scheidsrechter fluit af. Wat ik dan nu ga zeggen is heel sarcastisch. Frek? Huh? Ik denk, wij staan heel onterecht gelijk. Ik dacht dat mijn tegenstander het veel beter deed. Maar hij heeft gewoon maar 1 schot op goal gehad. Ja, nou, hij zet in ieder geval weer meer druk. Zijn kansen zijn veel groter. Oh, combinatie voetbal. Nee! Oh ja, er tussendoor steken. Dit is een heel slim balletje, Bojan Krikic. We staan 1-2 voor. Het is toch wel rip als hij nu scoort. Nee, dit verdient hij niet. Nee, dit verdient hij niet. Beter. Ja, fluit af. Ja, eerste ronde gewonnen. En Bojan is gewoon man of the match. Ongelooflijk, ongelooflijk. Maar we hebben gewonnen. Het is verdiend. Hij heeft geen schot, hij heeft 1 schot op goal gehad. Geen 1 in de tweede helft. En we gaan door naar de volgende ronde. We hebben een volgende tegenstander gevonden, hè. Matig team. Matig team. Big John. Ja, ik ga gewoon elke keer John Terry een complimentje geven als hij een goede actie maakt, hoor. Yo, deze verbinding is echt erg. Nee, dit kan niet. Nee, deze... Nee. Alles komt een seconde later binnen. Dus echt weer dan, ik speel een potje, helemaal niks aan de hand. Kom ik tegen deze tegenstander? Hij heeft gewoon zo'n latency van 4 bar. Helemaal prima, niks mis mee. Gaat het speed up laggen en alles? Dat is toch, daar word je toch moe van? Ik had het met de vorige fut-draft ook al. Het is echt ongelooflijk. Toen zei ik het ook al van, het is zo bizar. En ik weet niet of het door de week ook zo is. Dat moet jij maar even voor me zeggen. Maar bij Weekend Leagues is de verbinding echt goed. Complimenten daarvoor naar EA. Maar door de week is het allemaal zo raar, joh. En vaag. En ik heb jeuk aan mijn poot ook. Ongelooflijk. Oh. Ik sta 3-0 achter.
Die gasten zeggen heel goed. En het erge is nog. Het erge. Ja, dit hou ik niet bij. Dit hou ik niet bij. Het erge is nog. Hij heeft volgens mij David Luiz op centraal aanvallende middenvelder. En ja, nou, dit heeft geen zin. Ik wil hem terugspelen naar de keeper. Druk ik een keertje te veel omdat er vertraging in zit. Wat gaan we lekker. Ik ben er klaar mee. David Luiz gaat tegen me scoren. Ik ben officieel helemaal ingemaakt. En dat is prima. Maar tering. Koekoek. Ja, we gaan de pakketjes openmaken. Nou, we hebben het niet heel goed gedaan. Het team was ook niet heel erg goed. En daarnaast was ons tegenstander... Nou ja, complimenten naar hem. Ik ben helemaal zoek gespeeld. Een tijdje geleden dat zo is gebeurd. Zelfs in Weekend League is het meestal niet zo erg. Maar we gaan jullie bedanken voor het kijken. En ik krijg altijd zulke slechte dingen in draft. En nou is dit een 7,5k pakketje, dus ik heb helemaal geen recht om te klagen. Maar het is zo slecht altijd. Joh, bedankt voor het kijken. Laat even YouTubers achter met wie ik dit misschien ook moet doen. Niet bankzitters, maar andere mensen. Het zou zomaar kunnen. Jij wordt bedankt voor het kijken. En ik check jullie allemaal later. Joejoe!